Eczeem, schilferige huid, jeuk, krabben tot bloedens toe. Komt dat bekend voor? Blijf dan kijken naar deze uitzending. Goedemorgen allemaal, welkom. Ik ben Nettie Bom, ik woon in Feyenoord. Ik heb een leefstijlpraktijk en ik coach mensen naar optimale gezondheid. En om even een zijsprongetje te maken, ook eczeem is een kwestie van niet 100% gezond zijn. Mijn grote passie is gezondheid. Mijn visie is dat Nederland veel gezonder moet worden. En mijn grote missie is om van Nederland het gezondste land van de wereld te maken. Nou, ik kan dat natuurlijk niet alleen en daarom werk ik niet alleen met cliënten. Ik werk ook samen met coaches over heel Nederland en die help ik hun eetlijnpraktijk op te bouwen. En zo wil ik met een team van coaches zet ik mij in voor een gezonder Nederland. Nou, dat is wie ik ben, wat ik doe. En met betrekking tot de uitzending van vandaag, ik heb zelf als kind zo ongelooflijk veel eczeem gehad. En ik denk een paar weken geleden kwam die vraag langs, net weer eens een keer iets vertellen over eczeem. En toen dacht ik, nou dat kan ik wel, want ik ben gewoon echt ervaringsdeskundige. Echt, ik heb er zoveel last van gehad. Ik ben er als kind ook echt gebukt onder gegaan. Ik schaamde me dood voor al die rode plekken in mijn nek, voor al die kapotte ellebogen en polsen. En altijd mijn krabben en jeuk. Ik schaamde me echt. En zomers durf ik eigenlijk geen jurkjes te dragen zonder mouwen. Maar dan zagen ze die plekken in mijn ellebogen en in mijn knieën. Ik vond het echt vreselijk vervelend en ik weet nog goed. Weet je, je bent eigenlijk weer een beetje vergeten. Je bent ouder geworden. Denk je, nou jongens, het was toen en het is nu voorbij. Maar door het voorbereiden voor deze uitzending voelde ik eigenlijk weer de oude pijn die ik als kind had. En er zijn heel veel kinderen die last hebben van eczeem. Onze kleinkinderen hebben het heel erg gehad, sowieso toen ze heel klein waren. Het gaat nu wat beter. Maar Anneke, die heeft echt, onze dochter heeft van begin af aan gesmeerd. Met allerlei soorten crèmes, met allerlei toestanden. Ik denk wel eens, ik wou dat ik als kind geweten had wat ik nu weet. En ik ben toen echt met cortisonecrème aan de gang gegaan. Het heeft me echt wel eens een keertje geholpen. Maar het is natuurlijk beter om met voeding zaken op te lossen. Maar dat lukt ook niet altijd. He, van de week kwam er op een van de berichten op mijn Facebook bericht, op mijn Facebookpagina een bericht van een vrouw die zegt van, men doet alsof die cortisonecrème zulke rommel is. Maar soms moet je gewoon iets gaan gebruiken omdat het niet anders meer kan. Dus het is echt wel eens lastig om het allemaal goed te doen. En als ik toen geweten had wat ik nu weet, dan had ik misschien wat minder hoeven te smeren en meer met mijn voeding gedaan. Maar ik wist het toen niet. En daarom wil ik jullie vandaag heel veel tips geven wat je allemaal kunt doen als je inderdaad last hebt van eczeem. Nou, wat ik allemaal ga behandelen is wat eczeem is, wat de oorzaken zijn, die er extreem gevoelig voor zijn, die er dus meer kans hebben op eczeem, zit natuurlijk ook een erfelijke component. Maar leefstijl levert een groter aandeel. Wat zijn triggers? En wat blijkt nu bij eczeem? Dat zelfs als zeer gezond staande voedingsmiddelen kunnen een trigger zijn voor eczeem. Bij de een wel, bij de ander niet. En elk lichaam reageert anders. Dus het is best wel ingewikkelde materie. Nou, dan iets over medicatie en dan wat we zelf met onze leefstijl kunnen doen. Ik heb 12 tips die je zelf toe kunt passen om eczeem te proberen onder de knie te krijgen. Maar het lukt niet altijd 100%. Ik zag wel in de reacties op mijn berichten afgelopen week dat heel veel mensen hebben ooit eczeem gehad. En dat ze door het aanpassen van hun leefstijl van hun eczeem afgekomen zijn. Dus ik ben er zelf wel 100% van overtuigd dat leefstijl heel veel kan doen. Nogmaals, als kind zat ik eronder en ik heb nu nergens last meer van. Maar ik weet nu wel wat ik eet en hoe ik eet en ja, wat ik beter wel en niet kan eten. Ik weet wat de triggers zijn. Ik heb mijn leefstijl 100% omgegooid en met heel veel plezier en met overwinning van heel veel andere klachten. Maar het is gewoon soms wel eens een weg die je moet gaan en niet altijd even makkelijk. Nou, dan ga ik eerst eventjes kijken wat eczeem is. Eczeem is eigenlijk een algemene term voor huidontstekingjes. Het heeft eigenlijk altijd te maken met ontstekingen in de huid. Nou, dat voeding daar een hele grote rol bij speelt, weten we eigenlijk allemaal al lang. Want ik heb het bijna iedere week wel over ontstekingen. Of het nou gaat om pijn, of om jeuk, of wat dan ook. Jeuk en pijnklachten worden eigenlijk altijd veroorzaakt door ontstekingen. En het zijn meestal laaggradige ontstekingen. Want gewone ontstekingen die zijn gewoon perfect. Want nou probeer je voor te stellen dat je valt op straat of wat dan ook en je knie is kapot. Dan gaat de wond ontsteken. Dat is hartstikke goed. En die haalt daardoor alle vuiligheid naar buiten. Dus een ontsteking is eigenlijk opruimen van
troep die niet in je lichaam hoort. Maar ook jeuk en ook pijnklachten hebben te maken met ontstekingen. En dan heeft het eigenlijk niet zozeer een functie. En dus heb je een wond die gaat ontsteken, heeft het echt een functie om alles op te ruimen. Maar laaggradige ontstekingen die pijn en jeuk veroorzaken, die hebben eigenlijk geen functie. Dus dat zijn de laaggradige stille ontstekingen. En ook jeuk en huiduitslag en eczeem is een gevolg van huidontstekingen. Het is een chronische aandoening die de huid rood maakt, gezwollen, pijnlijk, jeuk veroorzaakt. En daardoor ga je krabben. En het heeft dus verschillende oorzaken. Gelukkig is eczeem niet besmettelijk. Dus je hebt het, maar je kunt het niet overdragen op anderen. Er zijn wel een aantal dingen die eczeem kunnen triggeren en kunnen versterken. En ik kom zo meteen op een aantal voedingsoorzaken terecht. Wat ik nu dus wil noemen alvast is douchegel en parfum. Kan eczeem versterken en verergeren. Maar ook te lang douchen, water op de huid kan allemaal eczeem versterken en verergeren. En bij volwassenen komt het meestal voor op de handen en de voeten. Ik had het zelf als kind echt op die warme plekjes, weet je wel, je hals en je pols, je ellebogen, je knieholtes. Dat zijn de warme plekken. Maar bij volwassenen komt het meestal voor op handen en voeten. En ik heb een vriend van ons en die zit er zo ongelooflijk onder. Eigenlijk een paar, ook een paar kennissen. Maar die handen die zijn helemaal kapot, helemaal rood en gezwollen. Ook altijd krabben, altijd jeuk, het ziet er zo naar uit. Zelfs kloven van de eczeem, het is gewoon vreselijk om aan te zien. Maar voor de persoon zelf is het echt heel erg, want het verknalt gewoon echt je leven. Het kan je leven echt verknallen. Dus hoe belangrijk is het om daar zelf iets aan te doen? En heel veel mensen weten gewoon niet wat ze eraan kunnen doen. En dan ga je naar de huisarts en dan krijg je cortisonecreme. Maar zelfs dat kan op de duur niet meer helpen. Want door die cortisonecreme ga je de huid nog dunner maken en krijg je eigenlijk nog meer eczeemachtige reacties. Het helpt je door de eerste problemen heen, maar vaak helpt het maar tijdelijk. Ik moet wel zeggen, ik wil er niet te veel op afgeven, want het heeft mij als kind wel door die periode heen geholpen. Ik heb tubus cortisonecreme leeggesmeerd en het kon gewoon niet anders. En nogmaals, ik wist toen nog niet wat voeding kon doen. Dus ik was ook heel blij dat ik het had, maar ik gebruik het nu nooit meer, omdat ik het beter vind, zonder een oordeel te vellen. Ik vind het beter om het met voeding op te lossen. Goed, ik ga ondertussen even kijken naar mensen die nog binnengekomen zijn. Er zijn, ja, José is erbij. Gende Jaf, dat is een nieuwe naam voor mij. Ik zie geen reacties meer van mensen die ook eczeem hebben. Of wacht hier, wacht even hoor. Ja, ik zie toch wat reacties binnenkomen. Ik ga even mijn bril erbij opzetten. Jannie zegt, ik ga me uit de uitzending later terugkijken. Allemaal een fijne dag gewenst. Stella zegt, voeding producten met chemische troep vervangen met natuurlijke producten. Leefstijl veranderen is een must. Klopt allemaal. Klopt allemaal. Dan de vraag van Marianne. Astmatische bronchitis, eczeem, is daar een verband tussen? Er is inderdaad een verband, Marianne. Want het zijn eigenlijk zusjes van elkaar. En wat heel vaak gebeurt is als mensen atopisch eczeem hebben of een bepaalde vorm van eczeem en ze gaan smeren, dan komt er soms astma voor terug. Dat heeft te maken met het feit dat heel veel klachten hebben dezelfde oorzaak. Maar het is familie van elkaar. Je hebt vaak of het een of het ander. En als je het ene bestrijdt, komt het ander tevoorschijn. Dat is wel eens lastig. Het heeft inderdaad met elkaar te maken. Verder geen vragen meer. Nee, oké, prima. Nou goed, dan kom ik... Straks kom ik wel weer op vragen terug. Anneke Ietma zegt, hoi Nette, ik heb ook hele tubus leeggesmeerd. Ja, Anneke, ik ook echt tubus zijn er doorgegaan. Maar eerlijk is eerlijk, ik was er toen wel blij mee, want anders had ik gewoon geen leven gehad. Dus, een aantal oorzaken. Stress is een hele grote factor van oorzaken. En ik moet ook zeggen, naarmate ik ouder werd, werd mijn eczeem verliefdheid wel wat minder. En toen we trouwden, Anton en ik, toen heb ik blijkbaar mijn rust gevonden. En toen was het eigenlijk al een stukje minder geworden. Ik weet nog goed, toen we trouwden had ik nog wel wat eczeem op mijn polsen en mijn elleboog. Maar toen kreeg ik ook een crampje natuurlijk. Maar toen is het wel wat minder geworden, verliefdheid. Maar toen ik echt gezonder ben gaan eten, à la de eetlijn, pas toen is mijn eczeem echt helemaal verdwenen als sneeuw voor de zon. Dus het werd wel steeds minder.
En je ziet het ook, er zijn 10 tot 20% van de kinderen die eczeem hebben en volwassenen tussen de 3 en de 5%. Dus het komt bij volwassenen minder voor en dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we te verliefd kunnen overgroeien. Als je ouder wordt, wordt je weerstand beter, je darmflora wordt beter, als je gezond eet tenminste. En ik las ook wel van de week in de reacties dat die mensen bij wie het overgegaan is, dat waren allemaal mensen die hun leefstijl al hadden aangepast. Dus als je de leefstijl niet aanpast, dan kun je er echt op wachten dat het gewoon blijft en zelfs erger kan worden. Dus, nou, wat zijn dan andere oorzaken behalve stress? Het kan een allergische reactie zijn op voeding, onder andere lactose-intolerantie. Ga er maar vanuit dat alle gezondheidsklachten, of 80% van de gezondheidsklachten minimaal, worden veroorzaakt door niet goed functionerende darmen. Nou, dan kom ik meteen met die lactose-intolerantie terecht. Er zijn heel veel mensen die drinken veel melk en in melk zit lactose. Lactose geeft in de darmen een slijmlaag en daardoor is minder opname van de voedingsstoffen, maar daardoor kunnen er ook ontstekingen ontstaan in de darmen. En op het moment dat er in de darmen ontstekingen ontstaan, kan je dus inderdaad door de lactose kun je een allergische reactie krijgen. Het kan eczeem zijn. Dus een van de triggers van eczeem is dus inderdaad de lactose-intolerantie. Maar daarnaast ook een glutenintolerantie. Ook gluten kunnen inderdaad effect hebben op het veroorzaken van eczeem. Want ook gluten kunnen de darmen beschadigen. Er kunnen er gaatjes ontstaan in de darmen. En gaatjes in de darmen noemen ze ook wel een leaky gut, een lekkende darm. En heb je een lekkende darm, dan kunnen er allerlei afvalstoffen rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen. Die willen eruit en die vinden vaak een uitweg door de huid. En ook dat kan een vorm van eczeem zijn. Dus dat zijn allerlei oorzaken en gevolgen waardoor eczeem kan ontstaan. Nou, een voedingsintolerantie is heel lastig te bepalen. Want dan kun je afvragen, Junette, hoe ga ik dat nou oplossen? Nou, dat is echt wel een dingetje, want je kunt een voedingsintolerantie oplossen door dingen te skippen. Je kunt lactose skippen, je kunt gluten skippen en zo meteen kom ik bij een heel lijstje van dingen die je kunt skippen als je last hebt van eczeem. Maar meestal is het niet meteen over, dus het kan soms echt weken duren als jij een bepaald voedingsmiddel geschrapt hebt, kan het soms weken duren voordat jij resultaat ontdekt. En dan kan er nog steeds iets anders zijn wat je eet, wat ook nog eczeem kan veroorzaken. En eigenlijk zou je helemaal terug moeten gaan naar een soort nulsituatie. Eigenlijk alles schrappen wat eczeem zou kunnen triggeren. En zo meteen kom ik op een lijst met allemaal triggers. Als je naar al die oorzaken schrapt, dan kijken, of al die triggers schrapt, dan kijken hoe het met je gaat. En dan één voor één dingen weer toevoegen om te kijken, joh, blijft het nu goed gaan? En er is een hele lijst met triggers die over het algemeen eczeem mede kunnen veroorzaken. Goed, en even voor de mensen die nieuw binnenkomen. Ik zie dat er nog steeds meer kijkers binnenkomen. Het is weer hartstikke druk. Wat ik vandaag aan het behandelen ben, is eczeem. Een jeukerige huid, krabben tot bloedens toe. Dat is waar ik het vandaag over heb. Ik heb oorzaak en gevolg opgenoemd. Ik heb verteld wat eczeem is. En nu zometeen ga ik noemen wat de triggers zijn van eczeem. En zometeen ga ik ook nog inderdaad met oplossingen komen. En blijf kijken tot het eind. Want aan het eind heb ik een hele leuke verrassing. En dat is namelijk dit boekje met gezondere vegetarische recepten. Dus blijf kijken tot het eind. En bedenk nu alvast wie jij dit boekje zou gunnen. En daar kom ik aan het eind van de uitzending op terug. Goed. Nou, voedingsintoleranties is dus iets wat lastig te bepalen is, omdat je als je dingen gaat schrappen, soms toch nog dingen erin houdt die juist de oorzaak zouden kunnen zijn. Eigenlijk zou je terug moeten naar het nulniveau, dus bijna alle voeding schrappen, maar je moet natuurlijk wel eten. Maar misschien zou je helemaal terug moeten gaan naar veel groenten en een beetje fruit en wat plantaardige eiwitten, een heel erg basisprogramma, alle melkproducten schrappen, alle gluten schrappen en dan verliefd dingen toevoegen en dan kijken wanneer de eczeem weer terugkomt. Dus kijken hoe het gaat als je alles schrapt en dan verliefd dingen toevoegen en dan kijken waar je uitkomt als je weer dingen gaat toevoegen. Ik zal je zeggen, het is een klus. Maar wil je echt van je eczeem afkomen op een natuurlijke manier, dan is dit de enige weg om te gaan. Dus dat is wel, het vraagt gewoon een offer.
Nou, dan gaan we eens kijken wat nu triggers zijn die eczeem over het algemeen veroorzaken en kunnen verergeren. Ja, en eigenlijk is het een bekend lijstje, onder andere alle geraffineerde bewerkte producten. En ik zeg wel eens, we worden dik door supermarktvoedsel. En natuurlijk niet al het supermarktvoedsel, want we hebben gewoon een supermarkt nodig om aan onze voeding te komen. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet, joh, wat koop je en wat koop je beter niet. En alle geraffineerde voeding, alle samengestelde voeding is bijna allemaal triggerend. En als je dan nou kijkt in de supermarkt, als je etiketten gaat lezen, als er in één product meer dan drie verschillende ingrediënten voorkomen, dan is het bijna al bewerkt. En eigenlijk zou je enkel vers groente en vers fruit moeten eten, verse noten, verse zaden. En dan nog kunnen er producten bij zitten die jouw eczeem kunnen triggeren. Maar dat is bij iedereen anders. Maar ga zoveel mogelijk terug naar het nulpunt en probeer alle voeding te schrappen waar meer dan drie verschillende additieven in zitten. Ik heb een klein voorbeeld, bijvoorbeeld tomatensaus, tomatenpastasaus in een pot. Nou, als erin zit tomaten en bijvoorbeeld basilicum, dat zijn twee ingrediënten. Dan is het eigenlijk over het algemeen hartstikke goed, behalve als je niet goed op tomaten reageert. Maar het is dan een product waar slechts twee ingrediënten in zitten. Maar als er ook nog in zit zonnebloemolie, zout, suiker, E-nummers, bewaarmiddelen. Nou, dan kun je er donder op zeggen dat het gewoon te bewerkt is en dat het inderdaad problemen kan veroorzaken. Dus zo is de kwestie van dingen gaan elimineren. Dan is het belangrijk om te elimineren verzadigde vetten. En verzadigde vetten zijn onder andere de vetten die stollen. Maar er zijn wel natuurlijke uitzonderingen op. Want kokos is ook een verzadigd vet en roomboter ook. Maar dat zijn juist twee verzadigde vetten die wel oké zijn. En zeker kokos kun je smeren op je huid. Kokos is ontstekingremmend. En omdat eczeem een ontstekingsziekte is, kun je je huid met eczeem heel goed insmeren met kokos. Dan wel de biologische extra vierge niet ontgeurde kokos. Het kost een paar cent, maar dan heb je ook wat. En het kan de eczeem echt enorm verzachten. Alleen dat branderige, trekkerige gevoel. Of het kan genezen, moet je even uitkijken. Moet je even uitproberen. Maar het kan sowieso wel verzachten en de roodheid wegnemen. En de jeuk ook inderdaad stillen. Nou, dan wat zijn triggers? Ik heb het al genoemd. Stress onder andere. Kan je zeggen, je moet alle stress schrappen. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. En we hebben allemaal met stress te maken. Zeker in deze hectische tijd. Waarin veel van mensen gevraagd wordt. Je hebt je familiesituaties. Je hebt je kinderen. Iedereen heeft te maken met stress. En als je stress zou kunnen verminderen. Het zou eigenlijk perfect zijn. Nou, dan de transvetten. Dat zijn de vetten die in alle bewerkte voedingsmiddelen zitten. In koekjes, in gebakjes, in chips, in brood. Echt in allerlei bewerkte dingen zitten transvetten. Die zijn echt een trigger voor eczeem. En dan nog één, en ik denk dat je daarvan zal staan te kijken: fruitschillen. Dan denk je net, die fruitschillen zijn toch hartstikke gezond? Want de vitamines zitten net onder de schil. Dan heb jij het over fruitschillen. Wat ik hiermee eigenlijk bedoel, is de fruitschillen van niet-biologisch fruit. En als je biologisch fruit hebt, is er niks aan de hand. Maar niet-biologisch fruit, de kunstmeststoffen, de spuitmiddelen, die kunnen inderdaad eczeem triggeren en verergeren en versterken. Dus fruitschillen van niet-biologisch fruit. Nou, dan wat ook kan triggeren is de handen inverven met vaseline. En ik snap heel goed dat je het doet, want vaseline is natuurlijk heerlijk zacht. Het maakt de huid ook zachter, het kan minder trekkerig maken. Maar vaseline is een bijproduct van de olieindustrie. En dat is eigenlijk geen gezond product. Dus vaseline lijkt even te verzachten, maar uiteindelijk kan het de eczeem nog erger maken. Smeer dan liever of met olijfolie, dat is een hele goede om op je huid te smeren. Of met kokosvet. En wat je dan kunt doen, als je het overdag doet, wordt alles vet en plakkerig. Het ziet er niet uit, is niet handig. Wat je dan het beste kunt doen, is 's avonds, als je naar bed toe gaat, je handen insmeren met olijfolie en kokosvet. En wat je dan kunt doen, is katoenen handschoentjes aandoen. Want door die katoenen handschoenen dwing je eigenlijk de olie de huid in. Je kunt zelfs ook plastic handschoenen aandoen, maar dat kan ook wel weer triggeren. Maar dan dwing je de olie de huid in. Dan kan je echt maar één kant op, maar ook katoenen handschoentjes aandoen. Is eigenlijk perfect om zo in ieder geval het vet op de huid te houden en er niet heel je bed eronder zit. Dus dat zijn een aantal dingen die je kunt doen. Nou, dan wat een trigger is veel te lang douchen. Ik vind het zo lekker 's morgens. Dan kom ik uit mijn bed en echt lekker die warme kraan aan, lekker lang douchen.
Nou, dat kun je al. Je kunt je huid beschermen tegen te lang douchen door sowieso een reinigingscrème op je huid te doen. Dat is dan een buffertje tussen je huid en het water. Maar toch nog, lang douchen is eigenlijk niet goed als je eczeem aangelegd bent. Ik heb zelf geen last van eczeem, geen droge huid en is lang douchen minder erg dan wanneer je een droge huid hebt of eczeem. Wat wel heel goed voor je is, is zeewater. En ik weet het nog, als kind, we gingen dan vakantie houden aan de zee. En dan zat ik elke dag meerdere keren in de zee. En dan werd mijn eczeem veel minder. Want zeewater is enorm zuiverend. Misschien nu minder, omdat de zeeën minder schoon zijn. Maar niet in die tijd dat ik zelf kind was. Nou, ik vond het gewoon echt heerlijk om in de zee te gaan. De eerste keer brandde het enorm. Dan voelde je het gewoon bijten. Maar met de dagen voelde ik mijn eczeem genezen. En ik vond het altijd heerlijk om naar de zee te gaan. En dat geldt ook voor jou. Heb je last van eczeem of gevoelige huid? Ga gewoon lekker in de zee. Ik weet ook nog dat we in die tijd emmertjes zeewater mee naar huis namen of flessen zeewater. Om ook thuis nog maar van het zeewater gebruik te kunnen maken. Ik vond het gewoon zo fijn. Maar goed, weet je, op een gegeven moment was het gewoon op en dan was het gewoon klaar. Melk is een hele grote trigger en dat heeft onder andere te maken met de lactose. Nou, lactose kan dus inderdaad ontstekingen veroorzaken in je darmen. Dan gaat alle energie van je lichaam gaat naar de ontstekingen toe om die te genezen. En heeft het lichaam te weinig energie over om inderdaad ook nog aan die huid aandacht te besteden. Maar dan gaat alle aandacht naar de ontstekingen in de darmen, want dat is belangrijker voor het lichaam dan die huid. Dus je huid komt dan eigenlijk op de tweede of derde plaats en daardoor wordt eczeem nog meer getriggerd door de ontstekingen. Dan wat een trigger is voor eczeem zijn pinda's. Heel veel mensen kennen het wel, die kunnen enorm gevoelig reageren op pinda's. Misschien kan jij er wel tegen, maar heb je nog niet het verband gelegd tussen pinda's en jouw eczeem. Dus let ook daarop als je eczeem gevoelig bent, niet te veel pinda's. Soja kan een trigger zijn. Ik ben zelf dol op soja en ik gebruik ook regelmatig een beetje sojamelk. Geen grote hoeveelheden, maar wel voor mijn cappuccino. Daarnaast drink ik amandelmelk. Amandelmelk is gezonder dan sojamelk. Maar als jij gevoelig bent voor amandelen, dan kan het zijn dat ook amandelmelk voor jou niet oké is. Dus het is voor iedereen anders. En de tips die ik nu geef zijn algemene tips. Maar het kan zomaar zijn dat als ik zeg, joh, pinda's is gewoon niet oké voor eczeem, dat jij zegt, ik reageer wel goed op. Nou, ik vind pinda sowieso geen goed product. Het is ook geen noot, maar een peulvrucht. En pinda's hebben aardig wat stofjes die toch wel allerlei klachten kunnen veroorzaken. Dus kijk uit met veel pinda's, maar ook met soja. Nou, dan wat ik al genoemd heb, is tarwe met de gluten. Die kunnen ook ontstekingen veroorzaken. En ook dan gaat de aandacht van jouw lichaam naar de ontstekingen toe in plaats van naar de huid. Eieren, ik ben echt een groot voorstander van eieren. Ik zeg altijd, eigenlijk zou je elke dag wel een paar eitjes mogen eten. Maar het kan ook eczeem triggeren. En dan staat het los van het gezonde product, want er komt er zo meteen nog één. En ik weet zeker dat je dan in shock raakt. Maar avocado kan ook eczeem triggeren. Avocado is super gezond, is ontstekingremmend, maar blijkbaar niet voor iedereen. En daarom is het zo belangrijk om qua voeding even helemaal terug te gaan eraf en dan voor lieflijk dingen toe te voegen. En met name als je echt last hebt van eczeem, even helemaal terug eraf en voor lieflijk dingen gaan toevoegen. En als je dan merkt dat je eczeem terugkomt op het moment dat je avocado eet, nou dan weet je gewoon, avocado is gewoon niet hetgeen wat ik moet gebruiken. En dat is dan heel erg, want avocado is hartstikke gezond, maar blijkbaar niet voor iedereen. Worteltjes kunnen bij bepaalde mensen eczeem triggeren, ga het uitzien te vogelen. Varkensvlees, maar dat is eigenlijk wel een beetje bekend. Paddenstoelen, ik heb het toevallig pas daarover gehad hoe gezond paddenstoelen zijn, maar kunnen ook bij bepaalde mensen eczeem triggeren. Wijn, nou, een glaasje wijn is ook hartstikke lekker op zijn tijd. Ik wil niemand aan de wijn hebben, maar ik kan echt genieten van een glaasje wijn. Ik heb trouwens wel een droge januari achter de rug. Dat ging perfect. We zijn op wintersport geweest. De mensen die bij me waren, dronken elke dag of een wijntje, een rozeetje, een biertje. Ik heb gewoon niet meegedaan. Nul alcohol. Het is me uitstekend bevallen. Maar ik vind een wijntje in het weekend ook weer hartstikke lekker. Maar het kan ook eczeem triggeren. Kleurstoffen, dat is eigenlijk wel een bekende, denk ik. Kleurstoffen, geurstoffen, bepaalde E-nummers. Niet alle E-nummers zijn slecht, maar een heleboel wel. En met name kleurstoffen kunnen eczeem veroorzaken, maar ook astma en ook ADHD, drukke kinderen, hyperactiviteit. Dus kleurstoffen, geurstoffen moet je eigenlijk ver vandaan blijven. Maar ook rode biet is een kleurstof en die is weer wel oké. Dus er zijn echt heel veel slechte kleurstoffen, maar ook heel veel goede. Misschien moet ik daar eens een keertje een uitzending aan wijden. Ik ga het gewoon gelijk even opschrijven. Kleurstoffen.
wat die doen met onze gezondheid. Die komt in de pot. Ik heb hier altijd een pot staan. Hier komen alle briefjes in van alle thema's die ik ooit nog een keertje wil behandelen. En kleurstoffen gaat in de pot. Hartstikke leuk. Goed, dit zijn dus inderdaad alle dingen die eczeem kunnen triggeren. Ik ga zo meteen nog iets vertellen over medicatie. En daarna ga ik vertellen wat je dan wel kunt doen. Even iets over medicatie. Ik heb het eigenlijk al verteld. Moet je dan cortisonecreme gaan smeren? Ik ben er geen voorstander van. Maar het kan soms zo erg zijn, jouw eczeem, dat je niet anders kunt. Maar dan nog zou ik eerst gaan kijken, wat kun je met voeding doen? Misschien in die tijd wat cortisonecreme gebruiken om het te verzachten. Maar probeer cortisonecreme uiteindelijk wel te elimineren. Want het kan de huid veel dunner maken en het kan uiteindelijk ook wel averechts werken. Maar nogmaals, het heeft mijn leven als kind wel draagbaar gemaakt. Dus ik wil niet alleen maar negatief zijn over cortisonecreme. Liever niet, maar soms kan het niet anders. Wat kunnen we doen? Stoppen met eten van bewerkte voedingsmiddelen. Ik heb er eigenlijk al voldoende over verteld. Ook stoppen met het eten van snelle koolhydraten. Die gaan namelijk de bloedsuikerspiegel laten schommelen. En een schommelende bloedsuikerspiegel, ook die kan een trigger zijn voor eczeem. Dus probeer voeding te eten die de bloedsuikerspiegel prachtig in balans houdt. Nou, stop met het eten van zuivel vanwege de lactose, heb ik eigenlijk al verteld. Er is echter wel lactosevrije kaas, want sommige mensen gaan er echt helemaal stoppen met zuivelproducten. Maar je hebt bijvoorbeeld leerdammerkaas en goudse kaas, die zijn allebei lactosevrij. En heb je last van eczeem, ga dan inderdaad of leerdammer of goudse kaas gebruiken. Of trentakaas. Trentakaas is een plantaardige kaas die vrij is van lactose. Griekse yoghurt is zeer lactosearm, bevat veel minder lactose dan melk en gewone yoghurt. En ook minder dan karnemelk, dus je zou eventueel kunnen kijken of Griekse yoghurt wel werkt. En anders zou je zelf kefir kunnen maken van amandelmelk. Behalve als je niet goed tegen amandelen kunt, ook dan heb je weer een uitdaging. Dus ja, nogmaals, het is echt een kwestie van zelf alles uitproberen. Stop met het eten van granen en tarwe, dus bruine bolletjes, witte boterhammen kun je beter niet doen. Ga dan gewoon over op het brood van de eetlijn. Ik had toevallig gisteren een fase 2 uitleggen. Er was ook een man. Hij zegt, Nettie, ik mis het brood echt helemaal niet. Want ik eet jouw eetlijnbrood en dat vind ik zo lekker. En dan kun je zelf bakken. Je doet het in de vriezer. Je haalt er een sneetje uit. En dat gaat gewoon eigenlijk super. En dat is gewoon hartstikke glutenvrij. En remt ontstekingen. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijk iets. Wil je er meer informatie over? Stuur even een mailtje naar nettie@jouwlijflijn.nl. En ik stuur je even de mogelijkheden van het eetlijnbrood. Nou, stop met het eten van margarine en transvetten. Stop met frisdranken, sapjes, te veel koffie en thee, behalve groene thee. Die zijn uitstekend. Chocolademelk uit een pak. Je kunt wel zelf chocolademelk maken. En drink veel water om al die afvalstoffen weg te spoelen. Eet veel groente en weinig fruit. Dat is een hele belangrijke. Neem veel omega-3 vetzuren, dus eet veel vette vis. En als je niet van vette vis houdt of je krijgt weinig binnen, ga dan een supplement gebruiken. Want omega-3 is uitstekend voor de huid. Omega-3 lost ontstekingen op, wat één ding is, maar het zorgt ook voor een hele goede huid. Sowieso in het programma De Eetlijn zit er een omega-3 supplement, waardoor mensen die veel af moeten vallen minder last hebben van huidoverschot. Maar zeker ook bij eczeem, vraag alsjeblieft om een zuivere omega-3. Weet je niet welke je kunt gebruiken? Stuur me even een mailtje en dan krijg je van mij, geef ik je door welke het beste zou zijn te gebruiken. Nou, als je dus niet van vis houdt, ga dan alsjeblieft een supplement gebruiken. Smeren met kokosvet, ik heb het al genoemd. Goed afdrogen na douchen is heel belangrijk, want als er veel vocht op die warme plekken blijft zitten, kun je daar juist ook eczeem triggeren. En gebruik een geurloos wasmiddel. Want heel veel parfums, geurstoffen in wasmiddelen en douchegels kunnen eczeem nog meer triggeren. Dus probeer inderdaad een geurloos wasmiddel te vinden. Dat kan echt heel erg helpen. Ik heb zelf heel veel eczeem gehad. Ik heb het al verteld. Ik heb nu een heel fijn geurloos wasmiddel waar ik erg enthousiast over ben. Wil je daar meer informatie over? Vraag het me eventjes. Ik kan je de groothandel doorgeven waar ik het haal. Want ik haal het in de groothandel. Het is echt een heel fijn wasmiddel. Wat dus inderdaad zeker in mijn geval bijgedragen heeft om minder last te hebben van mijn eczeem. Naast uiteraard aanpassing van mijn leefstijl. Goed. Ik heb het eigenlijk al een beetje gehad.
Ik heb alles verteld, nog een paar aantekeningen hier. Nou, het is meestal leefstijl gerelateerd. Er zit een enkele erfelijke component in, maar het meeste heeft inderdaad te maken met je leefstijl. Goed, lieve mensen, oh, het was weer. Ik weet je wat ik nou vergeten was? Om een briefje op tafel te leggen dat ik langzamer moet praten. Volgens mij ging ik weer als een gekko. Mensen, ik hoop dat je het hebt kunnen volgen allemaal, dat het wel duidelijk genoeg was. Je kunt me ook nog naluisteren. En er wordt van deze uitzending een blogbericht geschreven door. Kom ik even niet op de naam. Oh, dit is echt heel erg. En er zit ook zo in mijn verhaal dat ik even helemaal in mijn bubbel zit. Maar er wordt een blogbericht geschreven van deze uitzending. En dat blogbericht kun je aanvragen door je aan te melden via de link www.jouwlijflijn.nl/ja. Dan meld je namelijk aan voor 20 gratis wekelijkse recepten. Je krijgt er ook elke zondag van mij een blogbericht. En daarin zit het blogbericht van deze uitzending. Keurig samengevat in een kort blogbericht. Alle highlights worden erin genoemd. En dat is gewoon hartstikke leuk. Het blogbericht wordt geschreven door Hilde Roemers. Hilde, sorry, ik kon er even niet op komen. Dankjewel in ieder geval voor je input iedere week weer. En voor je prachtige blogberichten. Dus wil je die ontvangen, meld je even aan. Ik zal de link ook boven deze video zetten. Goed, dan de verrassing aan het einde van deze uitzending. Iedereen kent waarschijnlijk wel mensen die ook last hebben van eczeem of astma. Die horen eigenlijk een beetje bij elkaar. En wie gunt die mensen verbetering? En dat kun je doen door het aanpassen van je leefstijl. Nou, is de kortste weg naar Rome is gewoon de eetlijn volgen. Heb je daar interesse in? Stuur me een mailtje naar nettie@jouwlijflijn.nl. Dan stuur ik jou de dichtstbijzijnde coach in jouw omgeving, dat je niet te ver hoeft te rijden. Maar je kunt alvast een voorproefje geven, cadeau geven aan iemand die last heeft van eczeem. Ik heb hier mijn laatste nieuwe recepten e-book, gezonder vegetarisch. Hier zitten 24 gezonde vegetarische recepten in. Het is een van de 8 receptenboeken die er zijn. Er zijn inmiddels 8 receptenboeken. En alle recepten van de eetlijn zijn erop gericht om ontstekingen te helpen oplossen. Nou de uitdaging, nou de vraag. Wie ken jij die veel last heeft van eczeem? Die jij verbetering gunt en die jij eigenlijk dit boekje gunt. Tag de naam in een reactie onder deze video, onder dit bericht. En dan ga en onderbouw het ook. Dus schrijf er een reden bij waarom jij vindt dat die persoon dit boekje zou moeten krijgen. En al ben je het zelf, maakt me niet uit. Maar de beste onderbouwing, die krijgt van mij het receptenboekje opgestuurd. Of ja, als e-book en zelf uitprinten in een mapje doen. Ik vind het altijd heerlijk om het in die doorzichtmappen te doen. Al die recepten zijn gewoon hartstikke leuk en goed zichtbaar. Met fotootjes erbij. Wacht even, met foto's erbij. Dit past gewoon in je keukenla. En het voordeel van zo'n e-boekje in die doorschijnmappen is dat het vetvrij is. Je kunt het gewoon afdoen met een doekje. En een gewoon boek kan altijd vol met vlekken komen. Dat is bij deze boekjes niet aan de hand. Ideaal om zelf uit te printen. Dus geef het boekje cadeau, onderbouw het met een goede motivatie. En ik ga kijken wie de beste motivatie had en wie van mij dit e-boekje krijgt. Dus hartstikke leuk om mee te doen. Goed, lieve mensen, dit was het. Dan even het thema van de volgende week is uien. Ik ga het volgende week over uien hebben. Nou, uien zijn een van de allergezondste voedingsmiddelen die er zijn. Uien, knoflook, die alliumfamilie. En daar ga ik het volgende week over hebben. Hoe kun je bepaalde gezondheidsklachten oplossen met uien? En in welke situatie kunnen uien voor jou hartstikke helend zijn? Nou, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Weer excuses voor de sneltrein die langskwam. Volgende week ga ik weer proberen langzamer te spreken. Maar het zal wel zo blijven. Het is gewoon mijn enthousiasme. Het is gewoon wie ik ben en hoe ik ben. Take it or leave it, zeg ik altijd. Allemaal bedankt voor het kijken. Een hartstikke fijne week. Fijn weekend ook. En tot volgende week. Toi, toi, toi.